Sebastian, jullie gaan in september fietsen voor Dugin. En 7 dagen lang. Maar voor het zover is, ja, dan moet er wel wat gebeuren. En jullie doen een samenwerking met de Zevenlinden. En vandaag fietsen jullie dus 12 uur voor het goede doel. Maar ja, jij weet het precies hoe het in elkaar zit. Leg eens uit. Nou, we hebben de Zevenlinden allereerst. Die zijn al het hele jaar door zijn ze al allerlei acties voor ons aan het doen. En met de kerstgala hebben ze al het een en ander gedaan. En nu met deze sportweek of activiteitenweek doen ze van alles en nog wat. En waaronder dus ook deze 12 uur marathon. Vanmorgen om 9 uur begonnen. Met 85 kids achter ons aan hebben we heel de route gefietst. En nu gaan ze om tourbeurt gaan ze een uur of twee achter elkaar fietsen. En dan gaat de volgende van dat groepje gaat dan 2 uur fietsen. Ik hoor net dat er een aantal kinderen zeggen van nou, we vinden het zo leuk, we willen nog doorfietsen. Dus nou ja, helemaal top. Ja, want jullie hebben een leuk parcours uitgezet. Langs de fietscross of over de fietscrossbaan en achter Antuma, ja, spannende paadjes, zeg maar. Ja, zeker weten. Ja, gewoon hartstikke super, top. En wat ik gehoord heb, die leerlingen moesten dan zorgen dat ze sponsoren kregen. Nou, en ik heb gehoord dat er al leerlingen echt 50 en 100 en meer dan 100 euro bij elkaar gesponsord hebben gekregen. Dus ik ben razend benieuwd hoeveel totaalbedrag gaat worden straks. Ja, want samen met Errat vorm jij Team Las, hè, hier in Delersvaart voor Dugin. Ja, dat klopt. Samen met Errat gaan we weer fietsen voor Las, inderdaad. Kijk, want Dugin, wat is dat? Dugin is een spierziekte. Dat is een gen die dan ontbreekt. En heel langzaamaan worden de spieren afgebroken. Rond 6-7 jaar dan komen de kinderen eigenlijk al in een rolstoel terecht, maar kunnen ze niet meer lopen. Rond een jaar of 12 dan wordt de longcapaciteit wordt minder. Dus krijgen ze ook op een gegeven moment longondersteuning. En dan na een jaar of 18, dan kunnen ze echt helemaal niks meer. En dan helaas rond een jaar of 25, 30 overlijden deze kinderen. Arnoud, was het leuk om te doen? Zeker, het is heel mooi om aan zoiets mee te kunnen doen. Het is gewoon een goed doel. En ja, Errat en Sebastian hebben het mooi georganiseerd. Een hele andere ervaring dit hier, hè? Ja, het is heel iets anders. Ik ben niet gewend om op een motorbike te zitten. Maar het is wel leuk om een keer te doen en het is wel een goed doel, dus dan maakt het extra mooi. En dan Team Las is gebaseerd op Las hier uit Delersvaart, hè? Ja, klopt. Ja, we hebben een aantal jaren terug zijn we daarmee gestart. En nu fietsen we eigenlijk voor de vierde, vijfde keer fietsen we nu Dugin voor onder andere Las. Er zijn 600 kinderen in Nederland die Dugin hebben. Dat is eigenlijk helemaal niet zo heel veel, hè? Nee, en dat is ook het probleem. Doordat er maar zo weinig kinderen zijn, is er veel minder aandacht voor deze ziekte. En daarom is dit ook ontzettend belangrijk dat, dat onder andere wij dit doen. In september fietsen we dus ook met 400 ATB'ers een week lang. Bij elkaar verzamelen we altijd zo'n 1,2, 1,3 miljoen euro met 400 fietsers. Is een heel mooi bedrag. En daar dragen jullie ook een steentje aan bij, samen met de Zevenlinden. Zeker weten. Dus vergeet inderdaad de Zevenlinden niet. Die doen het echt geweldig. Ja. Mooi om te horen. Maar dan in september ga je dus fietsen. Waar gaan jullie dit jaar fietsen? We starten in Saarburg, onderin in Duitsland. En dan gaan we door dan naar boven toe, Luxemburg, een stukje België. En dan eindigen we na 7 dagen in Eindhoven. Mag ik jullie bij deze heel veel succes toewensen? Ja, zeker weten. En dat gaat zeker wel lukken. En zeker met deze enthousiaste kinderen. Geeft ons alleen maar meer power.